Ja, we zitten nu op de boot. We hebben die net genomen in Interlaken. Zijn we net vertrokken en nu gaan we richting wijndomein Spies. En daar gaan we een mooie leuke wandeling maken over het wijndomein. En dan heb ik ook vernomen dat we ook nog wat wijn gaan proeven. Wij lusten graag een glaasje wijn, ja, bij het avondeten of het middageten. Wij zijn geen echte kenners, dat niet. Maar we appreciëren het ten zeerste om te genieten van een heel lekker mooi glaasje wijn. We zijn hier in de wijngaard van de Spietzer wijnbouw. Het is een traditie van 1000 jaar hier in Spiets. Het heeft een oppervlakte van 13 hectare. We zitten tussen bergen en meer. Ja. En daardoor is het een heel mild klimaat. En nu we zoveel warmere zomers hebben, wordt het erg moeilijk om die traditionele druiven te blijven ernten. Dus zijn we bezig om biologisch nieuwe druivensoorten aan te planten. We hopen dat we daar meer karakterwijnen nog kunnen maken daarvan. We gaan nu de kelder in het kasteel. Ja. Dan gaan we kijken waar ze de wijn maken. Oké, wij volgen nu. Een aangename temperatuur, het is hier een constante temperatuur van 18 graden. Je ruikt hier ook de verdamping van de alcohol. En kijk, de vaten zijn ongelooflijk prachtig bewerkt. En die zijn hier ongeveer, dit vat 3100 liter, hier 4700 liter. En hier wordt dus de kwaliteitswijn gemaakt van het Schloss Spietz. Nu hebben we een wijnproeverij, ja. een degustatie, een zeer lekkere frisse wijn. We hebben het geluk dat we hier vandaag een wijntje mogen proeven dat speciaal gemaakt wordt hier in de streek. Die druiven worden met de hand geplukt en die worden gesorteerd druif per druif om daar de beste druiven uit te rapen. En daar is deze witte wijn mee gemaakt en die heeft een gouden prijs gewonnen hier in Zwitserland op een wijnbeurs.